Ja, ongeveer een jaar geleden vroeg Peter Elbersen me om eens te kijken naar zijn Airflow Green Tooth hengels. Ik ken Peter inmiddels een aantal jaren en dat is gekomen doordat Peter importeur is van vliegbindmaterialen en ook een gepassioneerde vliegbinder is. En Peter die had gezien dat ik met mijn punkstreamers veel van die fluor en witte materialen gebruikt in allerlei versies. En omdat hij dat materiaal importeert, zei hij van joh, John, gebruik die materialen eens. Nou, er is een vriendschap uit ontstaan en Peter die is importeur van Airflow, laat bij Airflow exclusief greentooth hengels maken. Greentooth met name vliegvishengels dus voor roofvis. En Peter had aardig wat van mijn video's bekeken, gezien dat ik een totaal andere manier van vliegvissen toepas dan de gemiddelde vliegvisser dat doet. En die manier van vissen vraagt ook om andere type hengels. Ik heb in de loop der jaren meer dan een tiental verschillende soorten hengels van allerlei merken aangeschaft, getest. Soms weer doorverkocht en andere heb ik nog. En wat is er nou zo specifiek aan de eisen die ik stel aan een hengel voor mijn techniek? Nou, dat heeft met de actie van de hengel te maken. En dat heeft Peter ook gezien. Hij zegt, joh, John, ik denk dat ik met die Green Tooth een hengel heb die echt voor jouw manier van vissen heel erg geschikt is. Ik stuur jou zo'n set op. Probeer het eens een keer, geef me eens feedback en dan hoor ik graag van jou hoe dat bevalt. Dat is deze set. Dat is een Greentooth 19, afmaal 19 klasse. Airflow gebruikt in dit geval klasses zoals 7-8, de combinatie, en 19. Je kunt natuurlijk een 7 hengel, een 8 hengel, een 9 hengel en een 10 hengel. Eigenlijk is dat zeker bij het lichte vliegvissen wel enorm van belang. Bij dit soort visserij vind ik het prima om de combinatie 19 te gebruiken. En dan zet ik er in ieder geval altijd de zwaarste lijn op. Niet een 9, maar een 10. Nou, dat is deze set. Daar zit een Airflow V3 rail op. Probeer het eens rond. Ik hoor graag wat je ervan denkt. Nou, ik ben die gaan gebruiken. Dat kun je in mijn video's terugvinden vanaf, je kan wel zeggen, exact een jaar geleden. En dat is me bijzonder bevallen. En waarom nu? Ik ga dat proberen uit te leggen. Eerst als we kijken naar de hengel. Wat is er nou anders aan mijn manier van vissen voor wat betreft eisen aan een hengel dan wanneer ik castend zou vissen? Nou, dat heb ik jarenlang gedaan en als je castend vist met grote streamers op snoek in de polder of vanuit een boot op grote water, dan zal het wat prettiger zijn als je een hengel hebt die medium fast is. Een beetje een, noem het maar een parabolische hengel. En waarom is dat? Nou, op het moment dat ik een streamer ga casten, en zeker een hele grote streamer, dan is het fijn als die hengel niet te snel is en de tijd krijgt om kracht op te bouwen, zodat je precies het moment van het terugcasten of weer het naar je toe casten kan timen. Want zo'n hengel laadt zich op het moment dat die lijn vanuit de lucht helemaal strekt. Dan zie je dat die hengel begint te buigen en als je hem dan doorzet, dan bouwt hij zoveel power op dat je heel makkelijk die streamers kan casten. Nou, dat is fantastisch, maar dat heeft voor mijn techniek een nadeel. Ik cast veel minder, of eigenlijk nauwelijks. Hè. Dat is misschien 5% van de tijd op plekjes waar ik met de techniek die ik normaal toepas, met die lange leader en een soort van slepend vissen. Als ik dan op plekken kom waar ik dat niet kan toepassen, dan cast ik. Maar wanneer ik mijn normale techniek toepas, lange leader, een beetje slack in mijn lijn, en ik ben een stripbeweging aan het maken om die streamer, die stijg, duikbeweging te laten maken en ik krijg een aanbeet, dan is dat wanneer ik castend vis zo dat ik eigenlijk, wanneer ik aan het strippen ben, in het verlengde van mijn lijn sta en op het moment dat ik een aanbeet krijg, hoef ik alleen maar aan die lijn te trekken en door de spanning die die lijn opbouwt, liefst een lijn met zo min mogelijk rek, kan ik heel direct kracht op die haak zetten. Nou, dat is bij castend vissen altijd een succes. Daar heb je, dan maakt eigenlijk de hengel voor het aanslaan niet zo erg veel uit, omdat die hengel pas in actie komt op het moment dat ik die vis heb aangehaald door mijn stripstrijken en dan met die hengel begint te werken. Nou, in mijn geval is dat totaal anders, want ik zit in een bellyboot
Ik heb mijn drijvende lijn op het water leggen, dan krijg ik mijn lange leader en dan mijn streamer. En op het moment dat ik een aanslag wil doen, dan heb ik ten eerste het probleem dat ik niet een echte stripstrijk kan doen, omdat ik tegen mijn stoeltje en mijn riem van mijn stoeltje in mijn bellyboot zit. Dus ik kan eigenlijk maar een halve stripstrijk doen. En de rest van de kracht die je wil zetten om die slek uit je lijn te slaan en voldoende kracht op die haak moet, te kunnen zetten, moet uit die hengel vandaan komen. Nou, om dan niet al te veel missers te krijgen, lossers en niet voldoende kracht bij het aanslaan, is het van belang dat die hengel zo snel mogelijk kracht opbouwt. En dat gebeurt dan bij zeg maar die medium fast hengels een beetje in het middendeel van de hengel. Ja, in mijn geval vind ik het prettiger als die een wat meer topactie heeft. Dat wil dus zeggen dat die vooral bovenin al heel snel kracht opbouwt. Nou, dat is het mooie van die Greentooth hengel. Die heeft een wat snellere actie. Dat is met casten, zeker als je niet ervaren bent, misschien iets lastiger. Hoewel het prima gaat hoor. Ik bedoel, ik kan zelfs met 5 meter leader met deze hengel nog prima een streamer 20 meter wegcasten. Ik kan me voorstellen dat dat voor mensen die minder ervaren zijn, voor de eerste keer castend gaan vissen met grote streamers, misschien niet ideaal is. Dan is misschien een medium fast hengel wat beter, maar voor mijn techniek is dit echt ideaal. Dus ik heb, wat dat betreft ben ik verliefd geworden op die hengel. En je zult ook zien in mijn video's van het afgelopen jaar dat ik eigenlijk alleen nog deze hengel gebruik. Daar is een moderne hengel. Goede kurkengreep, stootdopje erop, een mooie fitting, verkasoogje, 2 gevoerde ogen en voldoende slangenoogjes om die hengel netjes te laten buigen zonder dat er een soort van pijl- en boog-effect ontstaat. Dus ja, goed over nagedacht met die input van Peter Elbers bij Airflow, gewoon een topproduct. Ja, dan het verhaal over de rail. Want ja, daar is eigenlijk ook heel veel over te vertellen. Nou, dit is dus een V3 rail, ook in de klasse 19. En de meeste mensen die met een vlieghengel op roofvis vissen, die zeggen altijd van ja, die rail is eigenlijk niet zo belangrijk. Dat is maar een soort van voorraadspoel voor de lijn die je mee wil nemen. Ja, ik zie dat toch anders. En ik snap dat wanneer je castend van de kant af vist. Want ja, op het moment dat je dan cast en je begint te strippen, dan ligt er wat lijn voor je, of in je mandje, of op de boot als je vanuit een boot vist. En krijg ik er een vis aan, hè, doordat ik stripstrijk, dan is dat eerste schot wat zo'n vis kan nemen, hè, meestal 3, 4, 5 seconden waarin ze 10 of 15 meter lijn kunnen pakken bij een 90 of een meter, wordt opgevangen door de lijn die voor je ligt. En dan moet je natuurlijk wel opletten dat die niet ergens aan vast zit, want dat is heel vervelend, maar dan is die slip van die rail niet zo van belang. Je ziet ook vaak dat mensen hem dan even testen door hem met de hand op gang te brengen enzovoorts. Ik moet je zeggen, dat is bij mijn techniek totaal anders. Want ik vis wanneer ik mijn stripbeweging maak en me met de boot verplaats, eigenlijk vrijwel altijd met een lijn die wanneer een vis het pakt, meteen, hè, ik heb hooguit 30, 40 centimeter die ik kan meegeven en dan moet die slip van die rail gewoon perfect werken. Die mag totaal niet haperen. Nou, ik kan je zeggen, dit is betaalbaar materiaal en ik heb in het verleden, omdat ik dacht dat soms hele dure spullen van AAA-merken beduidend beter zouden zijn, hele dure rails gehad, die eigenlijk altijd na 1 of 2 keer vissen weer opgeruimd werden, omdat dat meestal tegenviel. Ik heb een railraad van honderden euro's. Een schandalig duur bedrag voor wat het is als je het bekijkt. En die rail, daar zat een slip op die ja, nogmaals voor veel mensen die op roofvis vissen niet zoveel zal uitmaken. Maar ik verwacht dan van iets wat een stuk duurder is, minimaal hetzelfde dan een betaalbare rail. Nou, dat was gewoon niet het geval. Dat was, slip was of helemaal vast of helemaal los en er zat bijna niets tussen. Nou, bij deze rail is dat fantastisch te doseren en dat is ook enorm van belang. Hè? Toch in ieder geval voor mijn techniek. Hè, dus die V3 rail, heel fijn. Wat ook van belang is bij zo'n V3 rail, en dat zal ik je laten zien, is de vorm van de spoel, want daar komt de naam V vandaan. Hè? Deze rail, ik hoop dat je het kan zien, heeft een V-vorm in de spoel. Nou, dat is de ruimte waar ik mijn backing in zet.
En ja, bij het snoekvissen heb ik geen 150 meter backing nodig. Als daar 50 of maximaal 75 meter backing op zit, nou, ik heb dat spul hier, dan is dat ruim voldoende. En het mooie is dan dat die spoel heeft zoveel ruimte over, dat ik, en dat kun je hier wel goed zien, nooit zeg maar met mijn lijn tegen mijn geleider aan kan komen. En dat gebeurt wel eens als je niet oplet hoe je je lijn opspoelt. En dat is met name vaak, nou, ik noem het maar even, in stress situaties waarbij een hele grote vis eraan hebt. Je begint die lijn op te spoelen. Als je spoel dan te vol zit, loop je de kans dat die hier tegenaan loopt, dus tegen de geleider, met als gevolg dat die rail begint te blokkeren. Nou, dat wil je niet meemaken en dat is het mooie van zo'n V-spoel. Ja, dan heb je ruimte voor je backing, voldoende ruimte voor je vliegenlijn en in geen enkel geval zal het gebeuren dat die echt vol loopt. Dus heel fijn, heel prettig en super betrouwbaar. Nou, ik was daar eigenlijk al na pak een beet twee of drie maanden gebruiken zo tevreden van dat ik er een tweede heb bijgekocht, maar dan in een lichtere klasse. Dus ik heb een 7-8 hengel aangeschaft bij Peter Elbersen met een 7-8 rail daarop. En die 7-8 is natuurlijk kleiner, die hengel is lichter. En wanneer gebruik ik nou wat? Nou, je moet je dus voorstellen dat bij het vissen op roofvis je niet echt een hele zware hengel per definitie nodig hebt om die vis te drillen. Dat is, gaat op een lichte hengel net zo goed, zo niet beter, dan op een wat zwaardere hengel. Het grote verschil zit in, als je kijkt naar mijn techniek, in de diepte waarop ik vis. Ik gebruik die 19 versie, met name op water waar het wat dieper is. Waar ik denk dan aan ergens tussen de 2,5 en de 3,5 meter. En veel dieper vis ik zelden met deze techniek. Dan heb ik er een 5 meter lange, 4,5, tussen de 4,5 en de 5 meter lange leader op zitten. Heb ik veel slack. Ik heb flink wat hoofdlijn nog uit mijn hengel liggen en dan moet ik echt wel met heel veel power kunnen aanslaan. Vis ik op ondieper water, is mijn leader korter, zit ik er korter op, kan ik met een lichtere hengel ook voldoende kracht zetten. Dus ik gebruik een 7-8 combinatie wanneer ik vis op water van 1,50 meter tot zeg maar zo 2,25 meter diep. Vis ik dieper, dan gebruik ik die 19. En ja, dat is voor mij de ideale combinatie en je zult zien in mijn video's eigenlijk vanaf vorig jaar februari dat ik niet anders meer gebruik. Heel zelden zie je nog eens een enkele keer een andere hengel voorbij komen. Soms zie je, en dat heb ik recent nog eens een keer gedaan, dat ik verwachtte dat ik heel diep zou gaan vissen. Had ik een Vision hengel bij me met een andere rail erop, een Lamson rail. En waarom heb ik die dan bij me? Nou, daar zit eigenlijk een zinkende lijn op. En dan heb ik een Zink 5 bij me. Ook een airflow lijn die ik dan gebruik wanneer ik op dieptes wil vissen van bijvoorbeeld 5 meter. Om eens te kijken of dat ik daar meer of grotere vissen kan vinden. Nou, ik kan je eerlijk zeggen, ik vang wel eens een enkele keer een vis dieper en ook wel eens met een zinklijn. Maar dat is maar zelden. En ik heb al eens eerder uitgelegd, ik denk dat je zowel zomer en winter, en of het nu op het Hollands Diep is of op het Volkerrak, of het maakt niet uit op welke rivier, ik vang mijn snoeken eigenlijk zelden dieper dan 3,5 meter. En dat komt natuurlijk vooral ook omdat ik op die dieptes vis. Ga je veel dieper vissen, zal je er daar natuurlijk meer vangen. Maar waarom zou ik, wanneer ik op een manier die voor mij vreselijk succesvol is, op maximaal 3,5 meter diep die vissen kan vangen. Dus ja, twee hengels waar ik verliefd op ben geworden. En ik had destijds beloofd om hier een keer een review over te geven. Nou, dat klinkt misschien een beetje als een reclamepraatje. Nou, dat is in ieder geval niet de bedoeling. Want ik ben een beetje wars van het maken van reclame in filmpjes op YouTube over vissen. Dat moet natuurlijk iedereen zelf weten. Maar ik zie het als tips. Ik weet dat heel veel mensen, en ik krijg die vraag gewoon heel regelmatig, op zoek zijn naar een goede combinatie. Zeggen van, John, wat zou jij nou doen? Ja, dan is het zo makkelijk om te zeggen, je moet dit of je moet dat. Dat wil ik niet, want je moet vooral doen waar je jezelf heel prettig vindt. En als je zegt, ik wil liever een zachte hengel, be my guest. Mijn ervaring is dat zoiets gewoon prima werkt. Het is ook nog betaalbaar, dat is gewoon hartstikke fijn. Nou, ik heb hier die pikelijnen op zitten. Nou, dat is ook een lijn waar ik
Ik ben vroeger altijd enorm voorstander geweest van het verlijmen of van lijnen, vliegenlijnen van PVC, omdat ik mijn leaders in die hoofdlijn verlijm. En dit zijn polyurethaanlijnen. Die hebben hele grote voordelen. Het nadeel is dat ze zich wat minder makkelijk laten verlijmen met fluorocarbon leaders. Dus laten we zeggen loop eraf en leader er echt in verlijmen, zodat dat heel soepel door je ogen heen gaat. Maar ik heb een trucje gevonden om ook dit type lijn gewoon prima en betrouwbaar te verlijmen. Daar zal ik in een volgende video iets van laten zien. Dus daar kom ik nog op terug. Maar voor nu, dit is mijn review over deze hengels. En ja, nogmaals, ik kan het je alleen maar aanraden. Dus ik wens je er heel veel succes mee.